Niet van vrienden, geïnteresseerden, omwonenden en gasten. Welkom en bedankt voor jullie tijd en interesse en aandacht. Ik wil graag beginnen met een klein verhaaltje over iemand die mij inspireert. Nadine, daar gaat het over. Er was eens een meisje in Zuid-Afrika dat rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid heel belangrijk vond. Nadine. In die tijd had Zuid-Afrika het vrede-apartheidssysteem, waardoor zwarte mensen werden gediscrimineerd. Nadine was wit en zag hoe deze rassenscheiding verschil uitmaakte. Zij kon naar elke school die zij wou, maar haar zwarte vrienden niet. Zij kon naar de bioscoop, maar haar zwarte vrienden niet. Zij kon naar elke winkel waar ze maar zin in had, maar haar zwarte vrienden niet. En toen de politie het vuur opende op een menigte demonstranten en 69 doden, besloot Nadine zich aan te sluiten bij de anti-apartheidsbeweging. Zij wilde een wereld. Zij wilde de wereld de waarheid vertellen over wat er in Zuid-Afrika gebeurde. En op een dag ontmoette ze een geniale man, Nelson Mandela. Een advocaat die de eerste zwarte president van het land zou worden. Mandela was vastbesloten met vreedzame politieke middelen een einde te maken aan de apartheid. En hij en Nadine werden meteen vrienden. Toen Mandela vanwege zijn politieke activiteiten werd gearresteerd en berecht, hielp Nadine hem bij het schrijven van zijn beroemde verdedigingstoespraak met de titel "Ik ben bereid te sterven." De Zuid-Afrikaanse regering verbood jarenlang de verschijning van een aantal boeken van Nadine. Maar ze bleef gewoon doorschrijven. Over de hele wereld werd haar stem ontdekt en mensen wilden haar fantastische boodschap over vrijheid en rechtvaardigheid graag horen. Zij kreeg de Nobelprijs voor de literatuur en zij leefde lang genoeg om mee te maken dat de apartheid werd afgeschaft. Nadine die raakte bewust van hele zware maatschappelijke onderwerpen door haar omgeving. En deze confrontatie motiveerde haar om te vechten voor rechtvaardigheid. Deze vrouw heeft samen met een van de meest bekende vrijheidsstrijders van de wereld miljoenen mensen geïnspireerd en geraakt. Nadine trok buiten haar eigen wereld en werd zich bewust van de wreedheden en onrecht in haar land. De kennis van deze compleet andere werelden zorgde ervoor dat zij met een indrukwekkende kracht en motivatie voor haar idealen kon vechten. Vandaag praten we over linkse politiek. Dus ik ga ook linkse dingen zeggen, linksige dingen. En we praten over linkse politiek met een vereniging. Over de toekomst willen we praten, maar we praten met een vereniging die misschien wel een van de langste linkse geschiedenis heeft. Hoe ironisch is dat? Een vereniging die lief, links en lastig is. Die zich dag en nacht inzet voor en met elkaar. Een bijdrage wilt leveren aan een eerlijke, groene, sociale en verdraagzame samenleving. Een club waar jong en oud samenkomen. Waar het niet gaat om geld verdienen, maar om betaald krijgen in voldoening en dankbaarheid. Iedereen weet het beter, maar alles gaat in overleg. NIVON, Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Na 95 jaar vinden mensen ons misschien oud. Mij gelukkig niet, maar hè, de vereniging. Of niet meer relevant. Toch is volgens mij natuurvriendenwerk relevanter dan ooit. Maar hoe zit het dan met volksontwikkeling? Is dat nogal van deze tijd? Ik denk van wel. Toen ik 7 jaar oud was, ontdekte ik het bos en de weilanden en de hei. En ik leerde dat de avonturen die ik buiten kon beleven veel groter waren dan die binnen mogelijk waren. Ik kon vies worden en nieuwe plekken ontdekken.
rennen en verstoppen. Ik kon ruiken aan de verse groene struiken en rollen door het droge gras. Toen ik 8 jaar oud was, speelden we soldaatje in de duinen. Ik leerde dat er geen verschil hoefde te zijn tussen jongens en meisjes. En dat buiten de gymzaal en het speelplein er genoeg plekken waren waar je gewoon kind was. Op mijn 9e kreeg ik vriendjes van hele andere achtergronden en uit hele verschillende milieus. Ik ontdekte dat het niet normaal was dat je ouders een eigen auto konden kopen. Of dat je een eigen slaapkamer had thuis. Het was niet normaal dat je op muziekles zat en op sport. En het was niet normaal om Sinterklaas te vieren wanneer je net verwend was met je verjaardag een maand daarvoor. Op mijn 10e leerde ik hoe waardevol het is om samen dingen te ondernemen en er voor elkaar te zijn. Want soms deed je iets waar je zelf niks aan had, maar wat voor anderen onbetaalbaar is. Afijn, zo kan ik nog even doorgaan. Dit zijn voorbeelden van essentiële lessen die ik heb geleerd tijdens mijn jeugd binnen Nifon. Ze hebben mij gevormd tot wie ik ben. Ik ben hier bewust geworden van zware en belangrijke thema's op een unieke en laagdrempelige manier. En die lessen die komen nog dagelijks. Afgelopen zomer bijvoorbeeld heb ik met mijn zomerkampteam een van onze deelnemers kunnen leren dat liefde liefde is en dat gender daarbij niet uitmaakt. En wanneer een 14-jarige met tranen in haar ogen je vertelt over hoe veilig ze zich heeft gevoeld en nu durft te zeggen dat ze niet zo zeker is of ze op jongens of meisjes valt, dan realiseer je hoe waardevol zo'n omgeving is. En ik realiseer me ontzettend goed hoe waardevol al deze lessen voor mij zijn geweest. Dit zijn geen lessen die mijn juf mij kon vertellen of die iemand anders mij vertelde. Waarschijnlijk waren ze dan het ene oor in het andere oor uitgegaan. Deze normen en waarden heb ik geleerd door op een laagdrempelige en veilige manier met ze geconfronteerd te worden. In een omgeving waar ik de ruimte krijg mijn mening te vormen. En Nifon die biedt een platform voor dit proces die essentiëler is dan ooit. Nou, een kleine sprong terug in de tijd. Kennis, inkomen en macht. Dat ontbrak er bij de Nederlandse arbeidersklasse, een groot deel van de 19e eeuw. De algemene leerplicht kwam pas rond 1900, algemeen kiesrecht 1917. En toch waren zelfs daarna er heel veel twijfels of die arbeiders die verantwoordelijkheid wel aankonden. Organisaties zoals de Sociaal-Democratische Bond, later de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die afgescheiden werd hiervan, en het Nederlands Verband van vakverenigingen verdedigde deze arbeiders. Zij wilden dat arbeiders bewuster werden en meer inzicht kregen in maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ontstonden er diverse lokale initiatieven voor bijeenkomsten en hier werden actuele politieke thema's besproken. Later ook kunst, een cultuur, rekenen, een taal. En vanaf 1946 organiseerde het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de voorloper van het huidige Nifon, in verschillende steden al arbeidersavondscholen. Het doel was om kader te kweken voor de partij en de vakbond, maar ze hadden ook een groter maatschappelijk doel. Het vergroten van ontplooiingskansen voor burgers. Nou, nu ga ik jullie niet uitgebreid meenemen in het hele proces van arbeidersontwikkeling en de arbeidersreisvereniging, want dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik. Maar ik wil wel even stilstaan bij het gedeelte volksontwikkeling. Op zaterdag 2 november 1968 sprak oud-secretaris Kees Cabau, en dan hoop ik dat ik zijn naam goed uitspreek, zijn lange en ongezouten reden op het tweedaagse congres in Rotterdam. En hij zei, cursussen binnen Nifon die moeten leiden tot bewustwording van allerlei verantwoordelijkheden binnen de samenleving. En de deelnemers die moesten betrokken raken bij de maatschappij. En dan pas had het betekenis als werk van een socialistische organisatie. En er wordt gezegd dat instituutswerk voor deze reden vooral bestond uit goedkope reizen en natuurvriendenhuizen aanbieden. Maar jongeren die brachten hier verandering in.
Ze eisten meer dialoog en discussieerden over discriminatie, oorlog, vrede en communisme. Volksontwikkeling veranderde langzaam in vormingswerk. Nifon hielp jongeren bij het vinden van de identiteit en bij het ontwikkelen van standpunten. Ontwikkeling, bevordering, beweging, bloei, ervaring, evolutie, geestelijke vorming, groei, ontplooiing, uitbreiding, voortgang, vorming. Het zijn een aantal betekenissen en interpretaties van het woord ontwikkeling. Positieve woorden, als je het mij vraagt. Maar die koppelen we vaak wel aan educatie en opvoeding en zelfstudie. Maar waar ontwikkelen we ons nu nog? In de huidige maatschappij is het zo makkelijk om in een bubbel te leven. We ontwikkelen ons binnen de grenzen van dure universiteiten. Groeien door verhalen van onze vrienden in de buurt. Leren van artikelen die het Facebook-algoritme voor ons uitzoekt. De diversiteit van onze dagelijkse blootstelling is ver te zoeken. We lezen wat we kennen en wanneer iemand ons iets anders vertelt, nemen we dat niet zo serieus. Zowel online als offline worden onze mening en onze kennis beïnvloed door onze omgeving. Maar die omgeving is steeds minder divers. Er zijn een aantal belangrijke veranderingen geweest tijdens het bestaan van Nifon. En een van deze grote veranderingen is de informatieverschaffing. Waar vroeger bronnen in de journalistiek als waakhond dienden tussen politiek en publiek, is nu de publieke wens de drijvende kracht. Wat wil het publiek horen? Waar klikken ze op? Op Facebook krijgen we maar een klein deel te zien van alle informatie out there. En wat betekent dat voor de toekomst? Krijgen we opnieuw te maken met verzuiling? En welke rol wil Nifon hierin spelen? De tweede verandering is van politieke en maatschappelijke kloven. Zo kenden we vroeger de traditionele kloven. Denk hierbij aan religie, land en stad, baas en arbeider, etc. De links- en rechtse politiek is gebaseerd op arbeiders die geld uit werk halen en kapitalisten die geld uit bezit halen. Maar dit zijn eigenlijk hele vastgeroeste partijsystemen. En de globalisering heeft geleid tot een nieuw systeem. Het zorgt dat er nieuwe winnaars zijn en nieuwe verliezers. En mensen die last hebben van de globalisering, die willen weer dat het meer naar binnen gericht is. Hierdoor komen er meer Trumps en meer PVV'ers in de wereld. En dan zal ik jullie mijn speech over populisme besparen. Maar het probleem is dat wanneer je deze politieke en journalistieke veranderingen toepast in ons huidige medialandschap, het negatieve effect, en dan ga ik een paar moeilijke woorden gebruiken, van populistische burgerjournalistiek om de hoek komt kijken. En eigenlijk is dat een fancy woord voor het proces waarbij informatievoorziening gebaseerd wordt op de wens van de burger. En deze selectieve informatieblootstelling die leidt weer tot polarisatie door de sterke ideologische neigingen van deze selectieve informatie. Nou, oké. Genoeg theorie. Even terugkomen op die bewustwording. Waar vinden wij nu onze Nadines en onze Nelsons? Iedereen kan nu filterloos een platform krijgen om zijn visie en mening te verkondigen. En de nieuwe media zorgen voor vrije communicatie en laten tussenpersonen verdwijnen. Vervolgens kunnen wij comfortabel terug in onze bubbel kruipen en blijven filteren op de mening waar we het toch al mee eens zijn. Of wat het makkelijkst te accepteren is. Selectieve blootstelling. Al deze veranderingen en effecten ervan zorgen voor een grotere verantwoordelijkheid en relevantie van sociale organisaties. Zij kunnen een platform bieden om op een laagdrempelige wijze bewuster te worden van maatschappelijke thema's. En wat is er nou laagdrempeliger dan vrije tijdsbesteding?
In een wereld waar men steeds meer in zijn eigen informatiebubbel blijft, zijn we relevanter dan ooit. Dus, volksontwikkeling binnen NIFON gaat misschien niet meer over rekenen, of over taal, of over de ontwikkeling van de arbeider, maar het gaat over de bewustwording van groene en sociale thema's. Bij NIFON kunnen kinderen en tieners en jongeren en volwassenen en zelfs al die grijze koppen op een laagdrempelige manier bewust worden van al deze belangrijke thema's. En jeetje jongens, dat hebben we een toffe club. Ongelooflijk. En blijf alsjeblieft lekker kritisch. Blijf lastig. Blijf buiten spelen en vies worden. Blijf vragen stellen en nieuwsgierig naar elkaar zijn. En laten we hier met elkaar afspreken dat we dat platform bij blijven bieden. In welke snelle en enge maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen we ons ook gaan vinden. Ik ben ervan overtuigd dat NIFON een essentiële rol kan vervullen in de bewustwording onder jongeren en volwassenen. En ik geloof dat NIFON dit vroeger deed. Ik geloof dat ze dat nog steeds doet. En ik denk dat ze dat in de toekomst zal blijven doen. En dat moeten we koesteren. NIFON, 95 jaar, dat is nog maar het begin. Dank jullie wel.